Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag in Roco 45314. Dit is een NS eerste klas. Is het nou een ICL of een ICK? Dit is een ICK, tijdelijk materieel NS. Geschikt om 140 km per uur te rijden. Het zijn aangepaste Duitse banen. Treinstellen die ze ten tijde van materieeltekort in NS-kleuren hebben geverfd. In de Duitse banensamenstelling was elk raam één coupé. En bij de NS hebben ze een aantal coupés samengevoegd. Waardoor de coupés en de ramen niet meer gelijk zouden moeten lopen. En wat mij opvalt bij deze Roco is dat ze wel gelijk lopen. Eigenlijk zou, om meer beenruimte te maken, heeft de NS besloten om eigenlijk anderhalve, eigenlijk twee ruimtes samen te voegen. Sorry, drie ruimtes samen te voegen en daar twee stoelen van te maken. Ik geloof zelfs dat er maar twee of drie naast elkaar zitten. En in dit geval heeft Roco ervoor besloten om de cabines, de coupés gelijk te houden met de ramen en alleen maar de stoelen rood te maken. Dat is toch een beetje een misser. Maar ze zijn, naar mijn weten, de enige die dit model überhaupt uitgebracht heeft. Misschien dat er binnenkort nog een andere komt. Misschien dat ik een maker ervan mis. Toch, als je niet specifiek naar het interieur, kijk maar alleen maar naar de buitenkant, dan vind ik dit een mooi model. Het heeft die typische bolling op de voor- en achterkant. En die iets wat vervelende deurtjes die net te smal waren en moeilijk open te krijgen. Ik heb hier de onderdelen nog niet op gemonteerd. De vorige eigenaar heeft er wel deze al opgezet, maar ook maar aan één kant. Roco levert ook altijd met hun, altijd met alle modellen die ik van Roco heb, van de wagons, passagierwagons, krijg ik er dit bij. De bedoeling hiervan is dat je die gebruikt voor als je binnenverlichting wil, dus voor de stroompick-up. Je kunt namelijk voorzichtig het wiel eraf halen. Dan zie je dat er hier al platen zitten voor de stroompick-up van de wielen. En die gaan naar deze pinnen hier. Maar die gaan verder nergens heen. En aan de binnenkant van het model, als je die openmaakt door, als ik me goed herinner, het dak te verschuiven. Dan kun je deze pinnen erin plaatsen, zodat die pinnen hierop uitkomen. En ja, aan de bovenkant je stroom hebt. Nee, ik zei het verkeerd dat het dak was. Hier zit een rand waarmee je hem open kan maken. Nou, ik heb het al een keer eerder gedaan. Ik was er eigenlijk niet van plan bij deze. Ik heb er geen enkele noodzaak voor op dit moment. Sorry jongens. Zover gaan we niet. Deze moet altijd twee keer klikken. Zo. Deze hebben hoofdzakelijk, misschien wel enkel gereden, tussen Venlo en Den Haag. De lijn die op dit moment gereden wordt door deels door de Venlo-Amsterdam treinen, wat gewoon de verlengde dubbeldekkers zijn, de VRM's. En deels door de lijn die gaat over de hoge snelheidslijn. Vroeger reden deze dingen door Dordrecht heen en natuurlijk bovenlangs door Delft heen met hun ongelooflijk piepende wielen. Nu met de andere, het rijden in feite jaren 70 reizigerstreinen die ze hebben, de beste hebben ze van gepakt en hebben ze gezegd deze kunnen wel 160 km per uur samen met de Traxlok. En die razen dan een klein stukje tussen Breda en Rotterdam over de hoge snelheid.
lijn. Alleen dat Breda, sorry, Dordrecht overslaan is een ontzettende win geweest in reistijd. Ik geloof dat deze nog wel ergens op een rangeerterrein staan. Misschien op Paatgraafsmeer. En ik ga hem nog eventjes rustig op de baan zetten. Bedankt voor het kijken en verwacht binnenkort nog een keer wat bij ons.